Sport voor iedereen is het motto van het Limburgs provinciebestuur. Geen sporters moeten binnen elke sportclub actief kunnen zijn. Een mooi voorbeeld is badmintonclub Smash in Berkenbos. Dit zijn meestal mensen die van nul moeten beginnen. Die kennen eigenlijk niks. Die moeten leren rollen met die rolstoel, alhoewel ze alle dagen in je stoel zitten. En dan moeten ze nog de techniek van badminton leren. Dat is zo eenvoudig allemaal niet. Het zijn heel veel dingen die allemaal samenkomen. Je mag zelfs voor mij even blijven staan, kort erbij. Dan moet je niet twee dingen gelijk doen. Ja, vrouwen die kunnen dat, hè. Sinds de laatste Paralympics in Londen krijgen onze G-sporters eindelijk de aandacht die ze verdienen. Wij merken dat ook aan onze spelers. Die zijn echt wel meer gemotiveerd om nog eens naar de Olympische Spelen kunnen te gaan. Nu, spijtig genoeg is badminton nog geen Paralympische sport. Wij hopen tegen 2020. In de voorraad moet je dat ook kunnen, hè. Heel goed, maar dat is goed, dat is heel goed. De rest is gewoon van training, dat is gewoon trainen. Door mijn tweede amputatie ben ik in Pellenberg op de revalidatie terechtgekomen. En daar hebben ze mij dan verteld, dus de sport, heel veel sport. En had ik zoiets badminton, vond ik chic. En dan hebben zij gezocht waar dat kon. En dat was hier. En via de club dan hier heb ik te weten gekomen dat ik een rolstoel op maat kon laten maken. Via de provincie. Dus heb ik dat laten doen en ik ben daar super content en tevreden over. Het heeft bij het begin een pijp. Het is allemaal een beetje nieuw als fan. Nieuw paard, een nieuw manege. In manege Breugelhoeve in Peer investeerde het provinciebestuur in deze lift. Zodat minder valide in optimale omstandigheden kunnen paardrijden. De laatste jaren is het redelijk uitgebreid eigenlijk. Omdat het toch wel meer en meer opkomt. Het is heel leuk voor ruiters met een handicap om op paard te zitten. En dan is het belangrijk dat we goed naar achteren gaan leunen. Net of dat we op een zetel gaan liggen. Ze krijgen een band met het paard. En dat vinden ze heel leuk, die vriendschap. En bovendien is het heel goed voor hun lichaam ook. Het geeft een masserende werking op hun lichaam. Ik kan je wel ondersteunen, want die scherpe bochten, dat is niet gemakkelijk, hè Sven? Er zijn ook veel meer mensen nodig om te komen helpen, vrijwilligers en zo. Dan moeten we kijken of dat ze comfortabel op het paard kunnen zitten. En dan is het ook vooral belangrijk dat ze er plezier aan beleven. De competitie is veel minder. Ja, heel fijn, ja. Goed meegevallen. Goed meegevallen. En ontspannend. En dan nog enig gaan drinken, hè? En dan enig gaan drinken. Het Limburgse G-sportbeleid is een voorbeeld voor Vlaanderen. Met een eigen G-sportraad, een speciaal ambtenaar, steun voor aangepaste sportaccommodaties en de organisatie van verschillende events speelt de provincie Limburg een trekkersrol. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.